Dus dan doet het, met die groep doet hij het voortreffelijk. Gewoon als ze daar kunnen eindigen van seizoen, hebben ze het uitstekend gedaan. Had dat nou nog invloed eigenlijk, dat je als kabouterplop ging op je carrière als trainer in België, of niet? En dan moet je hem pakken. Nee, maar we hebben de beelden, kijk. Kijk, we hebben hem gevonden. Het is wel een, ja, sorry. Het is wel een mooie foto. Ja. Heb je nog een foto bij hem, jongen? Oh ja, kastenvol. Ja. Nee, maar die verstoppen we altijd, want hij wil ze altijd laten zien. Ja. Ik heb er wel een paar in mijn binnenzak. Maar nee, had dat nog invloed of niet? Of was het tegen toch het einde dat je dacht van nu kan ik het maken? Nee, het interesseert me helemaal niet. Het interesseert me geen fluit. Wat andere mensen denken over mij. Nee. Dus dat is, ik doe wat ik leuk vind. Nou, dat vond ik leuk. En vooral dat mijn kleinkinderen zeggen, je moet dat doen. Nou, dan heb ik dat gedaan. En de rest. Ik moest alleen maar zo staan. Want door die ring kon ik niet springen. Nee. Ik kan me herinneren dat het een paar keer over moest. Klopt dat? Ik kan me herinneren dat het een paar keer over moest. Of was het niet zo? Een paar keer over moest? Ja, dat de opname. Die opnames. We hebben die opname op tv gezien. En jij had geloof ik 3 woorden tekst. Maar dan heb je 37 keer over moeten doen. Ja, ik moest het op de juiste toon, weet ik veel allemaal zeggen. Ja, hoe kan ik nou op de juiste toon babbelen? Ja, dat kan dat niet. Nee. Gewoon de plot in Rotterdam. En dat ging niet. Dat was niet zo goed, zeiden ze. Een Rotterdamse kabouterplop. Ja. En dat zijn de echte. De televisie. Ja, maar bedoelen dat nou mee? Dat zijn de echte. Dat is weer zo'n klote opmerking van je. Nee, het is gewoon een soort afsluiting van een blokje. Ah, dat is goed. Ja, meer is het niet. Maar dat zijn toch de echte, of niet? Ja, dan sla jij dat blokje maar even af, nou. Ja, oké. Okay. We gaan kijken.